Sorry, ik word altijd een beetje Nee, is oké. emotioneel als ik aan dit stukje denk. Ja. Hoi iedereen, tof dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Vanessa en je kijkt naar SpotOn, het platform voor vrouwen, door vrouwen. Vandaag heb ik echt een hele inspirerende vrouw naast me. Een stoere vrouw. En ze heeft ook iets gedaan wat ik zelf... Ik weet niet zeker of ik het zou doen, maar zij deed het wel. Het is Nabila van Nabila Shares. Zoals je misschien al weet is vanaf 1 juli de donorwet ingegaan. Wat betekent dat als je 18 jaar bent dat je automatisch in het donorregister wordt geregistreerd. Alleen, wat betekent het nou om echt donor te zijn? Ik heb Nabila hier naast me en zij is donor geweest en heeft haar nier afgestaan aan een vreemde. Hoe dat precies zit, vertelt ze nu. Hoi Nabila. Hoi. Ik kom eindelijk bij je, maar om te beginnen. Jij hebt dus je nier afgestaan aan een vreemde. Hoe kom je tot zo'n beslissing? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan van hey, wil ik wel donor zijn of wil ik geen donor zijn. Mm-hmm. Eigenlijk kwam het gewoon op mijn pad. Ik werk in een familiebedrijf en zij was eigenlijk gewoon de klant van mij. Ze kwam binnen om een jurk te bestellen en ze ging eruit met de nier. Kijk hoe snel je dit vertelt. Dus yeah. Maar, want dit is een klant die dus bij jou binnenkomt yeah. en die begint dan opeens te vertellen, ik heb problemen of... Tijdens de bestelling had zij het erover dat ze niet zeker wist of zij aanwezig kon zijn bij de bruiloft waar zij de jurk voor besteld had. Mm-hmm. In eerste instantie had ze eigenlijk al een donor. Er was al iemand in haar omgeving die haar een nier zou afstaan. Mm-hmm. En bleek dat ze op dat moment antistoffen aanmaakte voor de desbetreffende persoon van wie zij de nier zou krijgen. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat, kijk, de kans is er altijd aanwezig. Dat al krijg jij een nier, mm-hmm. is de kans aanwezig dat jouw lichaam de nier gaat afstoten. Wow, dat is dus wel heftig eigenlijk voor die klant van jou eigenlijk. Zij heet Ilham. Ja. Okay. En nu zeg je eigenlijk iets heel moois, Vanessa. Je zegt nu... Het was heftig voor haar. Ja. En dat is eigenlijk het exacte reactie die ik in dat eerste instantie had toen zij mij het verhaal vertelde. Wat heftig voor haar. Wat zielig. Wat ik vooral heel heftig vond, was dat dit haar laatste stap was geweest. Ze had al eigenlijk al heel veel andere mensen uit haar omgeving. Ze had al denk ik 5 à 6 keer elke keer een nee moeten krijgen. En ik denk het meest cruciale moment en het moment dat mij echt eigenlijk heeft laten beslissen om dit voor te zetten... Is wat er gebeurde toen ik voor de huisarts stond. Ik parkeer mijn auto, mm-hmm. Doe de sleutel van de stopcontact weg en ik kijk naar boven. En sorry, ik word altijd een beetje emotioneel als ik aan dit stukje denk. Yeah. Ik parkeer de auto en ik kijk omhoog. En ik zeg, God, Allah, als u wil dat ik iets kan betekenen voor haar leven, als u zoiets hebt van je moet dit voortzetten. Mm-hmm. Als ik degene ben waardoor zij weer kans maakt op een nier, dan is mijn bloedgroep positief O. Dat was eigenlijk het smeekbeden of het overleggen, het stukje overleggen wat ik op dat moment zeg maar met Allah subhanahu wa ta'ala had. En een week later werd ik gebeld door de... Tenminste, ik belde trouwens de huisartsenpost op. Mm-hmm. En ik vroeg toen van, en is de uitslag binnen? En de verpleegkundige die zegt tegen mij, ja, is binnen en je bent positief O. En ik kijk naar boven en ik zeg, oké, Allah, je wil dat ik dit ga voortzetten. Jij wil dat ik haar ga helpen. En ik moet heel eerlijk zijn, een nier doneren is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Want het traject wat zeg maar, zich daarna heeft opgevolgd, is het traject van heel veel angsten, heel veel twijfels. En niet alleen bij mij, maar ook vanuit mijn omgeving. Want je kan een keuze maken, maar je omgeving die kan jouw keuze niet begrijpen. Hoe reageerde je familie op jouw keuze om een nier af te staan aan iemand die je niet kent? Nee. Ik hou ik van haar. Het is helemaal geen grappig ding. Maar ik denk dat echt veel mensen zullen... Niet veel mensen, maar dat je toch... Precies zo reageerden ze dus. Zeg maar, why? En ik vind het echt mooi, echt waar. Maar tegelijkertijd denk ik nog steeds, ik hoor je aan en ik denk, why? Maar kijk, weet je wat je nu zegt? Dat is exact hetzelfde verhaal dat ik ook met mijn vader had. Met mijn vader had zoiets van, Nabila, waarom? Mm-hmm. En ik had op een gegeven moment een gesprek met hem, want ik probeerde hem mijn beweegredenen uit te leggen. En ik zei tegen hem, ik wil gewoon helpen. En toen zei hij tegen me, Nabila, kom op, je kan toch ook gewoon geld doneren aan arme mensen in Marokko of wat dan ook. Dan help je eigenlijk ook.
En ik keek hem aan en ik zei, ja, maar pap, al haal ik 1 miljoen euro nu voor haar. Deze dame heeft een nier nodig. En nu kom ik bij het stukje geloof. In onze religie hebben we het over broeders en zusters. En zijn we eigenlijk allemaal één gemeenschap en is iedereen mijn zus en is iedereen eigenlijk mijn broer. En daarom zeg ik, religie was het enige waarom ik eigenlijk besloot om het te doen. Zij is mijn zus. Ik hoor haar te helpen, is mijn plicht als moslim zijnde. God heeft haar naar mijn pad toegestuurd. Dus wie ben ik om zijn beslissing in twijfel te trekken? En dat was eigenlijk mijn beweegredenen ook. Ja. Hey Nabila, met jou gaan we zo meteen verder praten. Want ik ben ook benieuwd hoe het herstelproces is gegaan. En of je nog contact hebt met de vrouw aan wie je de nier hebt gegeven. En dan gaan we nu door naar de kijkersvragen. Stay tuned. Hoe heeft het donorschap je leven betekenis gegeven? Het doneren heeft mij geleerd dat ik moet vertrouwen. En dat loslaten, accepteren en vertrouwen eigenlijk samen gewoon hangen. En ik vertrouw erop dat eigenlijk alles in mijn leven goed gaat komen. Aan wie zou je nooit een orgaan afstaan? Bij SpotOn hebben we het ook eerder gehad over een andere wetswijziging. En dat was de wetswijziging op gezichtsbedekkende bekleding. Wil je die video zien? Check hem dan hierboven. Maar doe dat zo meteen. Hey Nabila, we hebben net heel uitgebreid hebben het gehad over de keuze die je hebt gemaakt en waarom je de keuze hebt gemaakt. Maar ik ben ook benieuwd naar achteraf, het herstel. Hoe verliep dat op het moment dus dat je dus geopereerd bent en je bent klaar? Dat is heel grappig, want ik weet nog dat ik de OK-kamer zeg maar inging en dat de artsen eigenlijk heel erg verbaasd waren. Want ik kwam er heel erg euforisch in. Al mijn angsten, al mijn twijfels waren zeg maar helemaal weggesmolten. En de operatie had eigenlijk 4 uurtjes moeten duren. En heeft uiteindelijk 2 uurtjes geduurd. Dus ik was er heel snel in, heel snel uit. En het mooiste moment, ik was nog een beetje suf van de morfine. En want zo'n traject krijg je zeg maar een eigen arts, een eigen begeleidster. En zij wist eigenlijk ook mijn emotionele kant. Zij wist dus ook dat mijn familie er tegen waren. En, maar waren die echt tot het laatste moment er tegen gebleven? Nou, ik weet nog wel, dezelfde dag zelf heeft mijn vader me wel even een kus op mijn voorhoofd gegeven. Maar hij was niet van, ga nou maar. Hij was echt nog steeds van, angst. Het is angst, ik begrijp het. Ja. En zij kwam binnen en dat was voor mij een heel emotionele moment. Want ze gaf aan dat ze de nier hadden geplaatst bij Ilham. Sorry, soms moet ik gewoon even huilen nog steeds. Het is ook allemaal nog steeds een beetje vers. Ze hadden de nier geplaatst bij Ilham en ze waren nog niet eens klaar met opereren. Ze was nog open en binnen 10 minuten heeft de nier urine geproduceerd. En hij werkte. Gewoon meteen? Meteen. Meteen. Hij is met liefde weggegeven en hij is met liefde ontvangen. En wat nog mooier was, en daar waren de artsen echt super verbaasd over. Haar nierfunctie, normaal verwachten ze dan dat hij naar 60% gaat. Maar hij was in 1 week gewoon naar 90% gestegen. Het was echt, hij werkte niet alleen, maar hij werkte ook nog eens boven verwachtingen. Dus dat was wel heel mooi. Maar ik zelf was een wrak, man. Sorry, hoe begin je? Ja, want ja, ik bedoel, oké, je zei, want je hebt het ook aan mij laten zien eerder. Yeah. Het gaat er dus nu om, ze snijden niet je hele lichaam open, nee. Ze maken gaatjes. Yeah. Maar hoezo is dat herstel dan wel zwaar? Hoezo ben je dan nog... Je bent gezond. Kijk, voor haar is anders. Ze is ziek en ze krijgt iets wat haar gezonder maakt. Oh ja. Ik ben gewoon gezond. Er is niks met mij aan de hand, weet je. En dan ga je zeg maar zo'n operatie in. Waar iets eruit wordt Waar iets gehaald. Uit wordt gehaald. En jouw lichaam denkt, wat is er aan de hand? En weet je, je hebt wel zeg maar een wond ook beneden. Dus, en je hebt een katheter, dus ik kreeg last van blaasontstekingen die heel ernstig waren. Ik kreeg ook opeens angstaanvallen. Ik dacht dat ik dood zou gaan. En dat was maar heel... is dat een week lang, 2 weken, 3 weken? Of? Ik kon gelukkig na 10 dagen weer lopen, maar ik me echt gemiddeld weer, want je bent ook super moe. Je bent heel maar erg moe. 10 dagen pas lopen, ik vind dat heel erg lang. Ja, het was een extreme vermoeidheid die ik nooit eerder had gevoeld. En ik denk dat dat stukje zeker wel 8 weken aanhield. Maar wat heel grappig was, ik was lichamelijk wel moe, maar mentaal... I'm ready for this, like life, come on, weet je? Ja, ik snap je. Ik ga het beste halen uit mijn leven. Ik ga alles naar buiten gooien wat ik graag, wat in me zit. Heb je eigenlijk nog contact met Ilham? In eerste instantie had ik zoiets van, ik ga laat het verhaal voor altijd gewoon bij mezelf. En op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, 25 juni is het 1 jaar geleden.
Ik heb het proces verwerkt. Ik heb ook de lessen geleerd uit het proces. Ik wil het naar buiten gooien. Dat heb ik gedaan door een mooie spoken word filmpje naar buiten te gooien. Dat heb ik ook aan Ilham gevraagd. Ik kan begrijpen dat mensen misschien ook jouw verhaal willen weten. Mm-hmm. We zijn toen samen live gegaan op Instagram. Mm-hmm. Ik heb het nog steeds op mijn IGTV. Dat is ook wel leuk voor de mensen, kijkers thuis, als ze ook haar visie willen horen. Maar eerlijk, is alles gewoon cool? Jij bent gezond, zij is ook weer gezond? Voor haar is het nu wel wat zwaarder dan voor mij, omdat zij medicatie krijgt om haar nier niet af te stoten. Mm-hmm. En die medicatie zorgt voor bijwerkingen. Dus ze zijn nog een beetje aan het wikken en wegen van welke medicatie past echt bij haar. Hey, de donorwet is natuurlijk ingegaan in juli. Wat vind jij daarvan? Is dit een goede stap? Het klinkt heel raar, maar ik heb er meer vrede mee nu ik het levend heb gedaan. Maar als ik zou overlijden, denk ik niet zo makkelijk dat ik zelf donor zou willen zijn. En dat heeft meer te maken met het feit dat ik binnen 24 uur begraven zou willen worden. En misschien, dit vind ik misschien wel de belangrijkste vraag. Heeft je vader vooral, want je noemt hem heel veel als je het over de keuze hebt. Heeft hij nu wel vrede met de keuze? Het is heel grappig. Nu vraagt hij me om de maand, hoe is het met haar? Doet de nier het goed? En het is hij... Ik merk wel dat hij zachter nu nog meer naar me toe is. Ik ben gewoon even mijn verbaasd, zeg maar. Ja. Hij is zachter, zeg maar, nu tegen me. En ik zie wel respect, zeg maar, in zijn ogen. Dus ik denk dat hij heel apetrots op me is dat ik het alsnog heb voortgezet. Mm-hmm. En het was gewoon zijn angst. Nu hij gewoon ziet dat ik beweeg, dat ik loop, dat ik gezond ben. Ja, dat je leeft. Dat ik werk voor hem. Dat is ook belangrijk. Ja, maar goed, het gaat goed met je, dus daarom heeft hij weer rust daarin ook weer gekregen. Nabila, dankjewel. Alsjeblieft. En jij bedankt trouwens. Ja, nee, zeg maar, ik ben niet snel sprakeloos, maar ik ben wel een beetje sprakeloos. Maar ik ga nog steeds stoer doen. Ik wil je bedanken dat je er was. Nee, echt oprecht. Je bent openhartig geweest. Je hebt een keuze gemaakt waarbij ik, weet je, in onze leeftijdscategorie hoeven we daar helemaal niet zo vaak over na te denken. Maar je hebt het toch gedaan en dat is stoer, dat is tof en het is inspirerend. En ik wil je bedanken dat je op deze bank wilde zitten en dit wilde delen. Ja, toch? Hey, ik ben heel benieuwd hoe jij in deze discussie staat. Sta jij geregistreerd en wat is dan jouw keuze? Doneer je wel of doneer je niet? Laat dat even weten in de comments hieronder. En je weet natuurlijk wat je moet doen. Abonneren op dit kanaal en help ons naar de 20k, want we zijn er bijna. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen voor deze video. Mijn naam is Vanessa. Check ik jou in de volgende.